Vanaf 1 juli van dit jaar bestaat voor staatsburgers van alle landen de mogelijkheid om visumvrij naar Suriname af te reizen. Om toegelaten te worden tot Suriname zal er een entry fee voucher van $25 of €25 moeten worden aangevraagd. Vanaf de introductie bestond de mogelijkheid dit toegangsbewijs op de verschillende havens aan te schaffen. Vanwege organisatorische reden is besloten deze periode te verlengen. Zelda Holdings BV uit Nederland wil in Suriname diervoederadditieven produceren voor de Noord- en Zuid-Amerikaanse landbouwindustrie. Daarvoor wil zij hier in Suriname een fabriek opzetten. De voedingssupplementen zullen vooral als vervanging dienen van antibiotica. Dit heeft directeur-eigenaar Henry van den Bichelaar gisteren uitgelegd in gesprek met de communicatiedienst Suriname tijdens zijn bezoek aan het staatshoofd. De ministeries van Openbare Werken en Justitie en Politie zijn met elkaar in overleg omtrent cruciale bouwkundige projecten. Dit overleg vindt 2 wekelijks plaats op directieniveau. Maar op maandag 3 oktober 2022 waren beide ministers Riyad Noor Mohammed en Kenneth Amoksi aanwezig tijdens de meeting in de vergaderzaal van Openbare Werken. Daarbij werd gesproken over de voortgang van de projecten, zoals de bouw van cellenhuizen, politiebureaus en renovatie van kantoorruimtes ten behoeve van diverse diensten en korpsen, vallende onder het ministerie van Justitie en Politie.